back, back. Boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Back, boys, back. Boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Wil je Ronaldo, Messi, Bill? Maar van coins heb je niet veel? Doe dan niet zo dom, ga naar FIFACoinservice.com. Daar hebben ze wel coins, de goedkoopste van het land. Koop een paar miljoentjes, niks meer aan de hand. Gebruik bij het bestellen, Milo voor je korting. En geniet van je coins. Direct naar de storting. Yo mensen, we gaan voor een nieuwe video. En vandaag is weer een nieuwe pack opening. En vandaag is er een fucking ziek team of the week. Daarnaast zijn er speciale packs. Dus we gaan hopelijk een van die informers kunnen packen. Ik zal laten zien wat voor inform dat team er is. Oh my god. What are those? Dit team of the week is natuurlijk fucking ziek. Suarez, Iniesta, Godin, Gavi Martinez. Hoppy die heel erg veel swag heeft op die foto. We hebben een paar overheerlijke packies. Als je ziet, Happy Thanksgiving. Heb je de volgende packs 704 points, 85k packs. Daarvan hebben we er maar 5. Wat we dus gaan doen, we gaan telkens 1 pack openen. Dan zo'n special pack. Dan weer een pack, dan weer zo'n special pack. Dus we gaan beginnen met een normaal packie. In totaal gaan we dus 10 packs openen. Kijken wat we in de eerste normale pack krijgen. Hopelijk hebben we een pack of components en we een vormpje kunnen packen. Let's go, wat hebben we hierin? Willy fucking Caballero. Willy Caballero, voor de mensen die mij nog niet zo lang volgen. Aan Willy Caballero heb ik nog wel herinneringen. De volgende namelijk. Nee, nee! Terug Willy! Willy, what the fuck Willy! What the fuck Willy! Dus Willy bij deze... Hoppakee! Oké, dan gaan we nu over naar de eerste 35k pack. Het was een intens momentje. Ze zijn best wel duur, 704 points. Hoeveel 704 points in geld? 704 points in 2 geld. 704 points is dus ongeveer 7 euro. Ja, ongeveer 7 euro. 7 euro in 1 pack. Dan gaat die 7 euro besteed. Wat gaan we krijgen aan 7 euro pack? Dan gaan we kijken, let's go. Wat hebben we hierin? Please, wat hebben we hierin? We hebben hier... Bravo, oké. Okay. Redelijk, wat hebben we nog meer? Pereira, Papadopoulos, Koulibaly, Reike, Tata, Ruzanu, Digao, heel veel aids hier. Oh, fitness itempjes. Hoppa. Oh, Aurier, hier nog een contract pack. Die wil je, contractpakketje, lekker. Kenneth Vermeer, Aurier, Bravo. Prima packje. Oké, okay, dan gaan we nu door naar de volgende normale pack. We gaan kijken wat we hierin krijgen. Laat ik eens uit de voorkant, laat ik eens uit in de pack zo'n fucking ziek zijn, want we hebben in een normale pack. We hebben hierin pets. Oh, Danny boy. We gaan nu door naar de volgende 35k pack. De vorige was op zich wel redelijk bravo, niet heel bijzonder. Kan gewoon een stuk beter. We hebben hierin, let's go, Infam Suarez. We hebben hierin pets. We hebben hier, oh, Lucas, oké, okay, degelijk. Lucas had nog wel voor redelijk wat. Ogbonna hebben we hier, ook een prima spelletje. Tosun, Aketschke, wat hebben we verder nog voor wisselbiesten. Of Wisselbeast, natuurlijk gewoon reserve pack ding. En hoe heet dat? Duplicates, ja. Lucas gaat nog voor 7k. Hij ging een tijdje echt voor 20k, 7k, 6k. Valt een beetje tegen. Ja, valt heel erg tegen eigenlijk. Kunnen we dan op deze video de 2000 likes halen? Ik hoop het wel. Ga dan zeker allemaal deze video liken. Wat hebben we in de volgende pack? Mensen op de voorkant. We hebben hier in pets. Herinneren, kijk, we gaan gewoon alleen maar non-wears. Alleen maar non-wears, kom aan nou. Parker, Darwish. Oké, we gaan door. We hebben hier nog 3 van over. Hierna is nog 2. Dit is de derde van de 5. Kom aan, even een beast of zo. Kom aan. Beast FC. Kom aan, let's go. Wat hebben we hierin? Ja. Verborgen fucking Valero. Oh, we hebben een inform. Let's go. We hebben een inform Barkley. We hebben een inform te pakken. Let's go. Hoeveel gaat die? Hoeveel gaat die Ross Barkley? Holy shit. Die gaat gewoon 40k. Ross Barkley gaat gewoon 40k. Dat is ziek mooi. Oké, okay, Ross Barkley. Ja, dat is wel goede stats gewoon. Let's go. Hij heeft natuurlijk een lagere rating dan Borja Valero. Door Borja Valero voor op de pack kwam. Maar Ross Barkley, let's go. Die gaat gewoon voor 40k. Oké, kunnen we de goede lijn van de inform Barkley doorzetten met de normale pack? Ik denk niet, de normale pack is namelijk altijd heel kut. Maar dat maakt niet uit, we gaan kijken wat we hier in deze volgende krijgen. Wat hebben we hierin? We hebben hierin de volgende speler. Weer een non-rare, Bernat, de verkeerde Spanjaard van Bayern. Als we inform Gavi Martinez had gekregen, was ik wel blij geweest. Hier hebben we geen kutje Beffie aan. Let's go, oké, nog 2 packs over. Dit is dus de ene laatste echt grote zieke pack. Kom aan, boys. De ene laatste grote zieke pack, wat hebben we hierin? Hierin hebben we... Oh, Ribéry. Oh, fucking Kurzawa. Dit is natuurlijk een linksback, hoe kan Ribéry nou in linksback zijn? We hebben hier wel Dybala, die gaat nog wel voor redelijk wat. Dit is eigenlijk voor redelijk wat, ik weet niet hoeveel die nu gaat. Hoeveel gaat hij nu? 5k, redelijk, niet heel bijzonder. We hebben nog Sakko, kan nog over iets gaan. Dybala, Gulamskut, Kuzawa, redelijk. Dan hebben we nog voor wisseltjes. Of duplicates in dit geval natuurlijk. José Mourinho, beast. José Mourinho is echt een beast trouwens. Maar mensen, ik beloof trouwens dat er morgen weer een nieuwe aflevering van Kaart met Kluivert online komt. Ik heb alleen heel veel tijd gehad of zo de laatste tijd. Oké, okay, we gaan door met de volgende normale pack. Maar morgen komt sowieso kaart met Kluivert. Ja, ik heb er gewoon zin in. Wat hebben we hierin? Hier hebben we de volgende speler. Pepes. Oh, Di Maria. Di Maria. Let's go. Let's go, Di Maria. Fucking in een normale pack. 5k. In een 7,5k pack hebben we Di Maria. Hoeveel gaat die? Ik heb geen flauw idee. Die gaat voor 30k. Dat is heel, heel erg degelijk. Ik was heel veel bang. Misschien krijgen we Pastore. Dat is natuurlijk een CM. Dat kon niet. Di Maria in een 7,5k pack.
Let's go, Di Maria en Evan Barkley. Gewoon bij elkaar iets van 80k, denk ik. Misschien wel meer. Bij elkaar misschien wel 90k. Di Maria, ziek goede speler. Gaan we lekker op de transfer zetten, gaan we verkopen. De pack-opening is echt heel erg geslaagd. We gaan door met de laatste ziek grote pack. De laatste pack van de video. Mensen kunnen nu op de 2000 likes halen, sowieso wel. Di Maria, Evan Barkley. We hebben nog één grote pack te gaan. Let's go, ik ga niet kijken. No look pack. Ga niet kijken, wat hebben we hier? Ik ga niet kijken. Jullie kunnen het al zien natuurlijk. We zijn nu aan het openen, we zijn nu ongeveer aan het off-flash. Ik heb geen flauw idee. Wat gaan we krijgen? Mag ik ook kijken, denk je? Ik ga kijken. 3, 2, 1. Cor Luca. We hebben Cor Luca, we hebben Palacio, Natcootje, Carvalho. Allemaal heel kut. We hebben nog iets bij de duplicus of zo. Flauw idee. Fake Hoolie weer. We hebben gewoon weer Fake Hoolie. En weer José Mourinho. Dit is een beetje herhaling natuurlijk van zetten. Je hebt niet heel veel aan. Hier hebben we zelfs heel weinig aan. Laatste 7,5 K-pack, wat hebben we hierin? Kom aan, boys. Aguero op de voorkant, wat gaan we hierin krijgen? Aguero in de pack zou fantastisch zijn, want net Di Maria. Nu krijgen we... En mensen, ik wil jullie dus bedanken voor het kijken. We hebben hier dus Ross Barkley gepakt. Zijn laatste buy-now met 40k zo'n beetje. Hij zal nog wel iets gaan dalen, dus ik wil hem al vrij snel gaan verkopen. Misschien hou ik hem wel. Nu heb ik allemaal informs gehouden. Misschien hou ik hem dus wel gewoon tot hij misschien weer na een paar weken weer omhoog gaat. En dan niet meer gebruikt wordt of zo. En hier hebben we ook Di Maria gepakt. Die ga ik zeker verkopen. Di Maria toch zo'n 35k. Prima pack opening geweest. Ik wil jullie bedanken voor het kijken, mensen. Laat me eens reageren op Twitter mregen. Gaan we ook even volgen op Instagram. Mregen zal ook in de beschrijving staan. En ja, morgen dus weer kaart met Kluivert. Ik vond het leuk dat jullie er waren vandaag. En dan zeg ik nu weer later.